Goeiedag allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Mijn naam is Danielle, super tof dat je weer kijkt. Het is donderdag vandaag, ik heb er weer een lange kantoordag op zitten. En nu ben ik weer gezellig thuis bij mijn moppie. En mijn moppie is bijna jarig! Woep woep! En deze eerste taak voor deze middag, is natuurlijk even de tractaties maken. Dus dat gaan wij nu zaakjes doen. Slot is al even alle spullen aan het klaarleggen. En dan gaan we er even een simpele maar leuke tractatie van maken. Drukke dag weer vandaag op het programma. Want vanmiddag moeten we nog naar de school van Xarno. Want die moet zijn profielwerkstuk presenteren. Ik ga mee. Hè? Natuurlijk ga je mee. En dan, al dat met een hele dag hard werken. We hebben het druk, maar wel een leuke dag. En wij gaan nu even tractaties maken. Nou, en je hebt een Cricut, of niet? Mama, dus ik heb leuke stickertjes gemaakt voor Islotte. Die ze dan op de zakjes kan plakken. Nou, we hebben het gewoon een beetje simpel gehouden dit jaar. Stickertje, Islotte 10 jaar in een leuk vrolijk zakje. Met snoepjes en een glow-in-the-dark stick. Zo'n ding, zo'n stick die je kan breken. Zo in. En toch persoonlijk door de leuke stickertjes erop. Goedemorgen allemaal. Ik zit nog met mijn slaapbroek. Maar we kregen net een heel leuk pakketje bezorgd. Ik heb wel al mijn badpak aan, want ik ga zo aquarobicsen. Moet mijn haar nog even doen. Maar er staat hier een meisje te springen, want die wil iets heel leuks zien. Ik heb net een pakketje bezorgd gekregen. Nou, doe maar open. Oh, leuk! In papier. Voorzichtig. Oh, leuk! Nog een verpakking! Yay! Dat was niet zo heel groot. Misschien wel. Ik heb droog ijs. Nee, ik heb ze nat. Schat. Sprinkels. Zet de sprinkels in. Sprinkels. Dat we wel goed te groter zou zijn eigenlijk. Ja. Ben je klaar voor? Dat is wel goed natuurlijk, hè? Ja. Ik ben zo benieuwd naar de binnenkant. Dus een klepje open naar voorkant. Nou, een beetje gefatsoeneerd. Meisje is net. Heb ik niet vergeten te vloggen. Het is een beetje chaotisch allemaal. Maar ik zal hier een fotootje erin doen hoe ze eruit ziet met haar tractatie. Meisje is nu naar school. Ik ga nu aquarobicsen. Gelukkig is de taart er al. We hoorden dus net dat hij tussen 8 en 1 kwam. Maar tussen 9:30 en 10:30 zijn Jeroen en ik niet thuis. Tenminste, afwisselend van elkaar. Ik was om 9:50 weer thuis. Ik ben om 9:50 weer thuis. Goed, het is een beetje chaotisch allemaal. Het is hier nog één grote bende. En ik moet nog heel veel doen. Maar goed, gaat allemaal goed komen vandaag. Het wordt wel even een hectisch dagje. Maar ik ga nu gauw aquarobicsen, want dat ga ik niet skippen. Oma ophalen en een aquarobics. Oh, ik weet niet meer wanneer ik voor het laatst gevlogd heb. Volgens mij vanochtend. Ik ben lekker gaan aquarobicsen. Nou, ik weet niet wat die gozer dacht. Maar die heeft ons afgebeuld. Iedereen zag je ook echt dat zwembad uitkomen. Maar goed, daarna hebben we even snel geluncht tussen de bedrijven door. Gewerkt. Dat natuurlijk als eerste. En nu zit mijn werkdag er lekker op. En kunnen we een lekker weekend gaan vieren. Letterlijk vieren eigenlijk. Want we gaan natuurlijk nu echt het feestweekend in met Islotte de verjaardag. Vanochtend heb ik gefilmd dat de taart al binnen is. We moeten nog even wat laatste boodschapjes doen. Maar dat komt helemaal goed. Ik ga nu de vlog editen. Want we hebben echt een
Mega strakke planning. Jeroen heeft vanmiddag lekker vrijgenomen van zijn plusuurtjes. Kijk, hier staat hier lekker, dat lekkere ding. Kinnetje, voor je kindertje kriebelen. Moet je wel stil blijven staan. Beetje veel tegenlicht. Je wilt hem bewegen, weet je toch? Beetje veel tegenlicht. Waarom zo erop? Ja, of wel in je okseltje kietelen. Goed. Juist kietelen. Even, daar gaan we niet over hebben. We gaan even aan de slag. Jeroen is al lekker aan het opruimen. Die heeft net alle cadeautjes ingepakt. Terwijl ik nog aan het werk was. Ik ga nu de vlog editen. Hoef ik niet op te ruimen. En Jeroen gaat vast opruimen. Ik heb heel veel beeldmateriaal. Dus ik denk dat het heel lang gaat duren. Maar dat we vanmiddag... ASMR. Jeroen stond met een stuk plastic zo te crunchen. Dan moeten we nog ergens eten. De stabilisatie in die camera, vies. We zijn een beetje melig door de drukke planning die we hebben. We moeten nog ergens eten. Dan gaan Jeroen en Islotte straks naar de muziekles. Dan ga ik Xarno wegbrengen naar schoolfeest. Dan ga ik Islotte ophalen van muziek. Dan moeten we Islotte naar bed brengen. En dan komt Jeroen thuis. En dan moeten we later ergens vannacht rond een uur of één Xarno weer ophalen. Zou ik huis vieren? Heb ik dat niet gezegd? Nee. Oh, nou, tussen de tijd dat Jeroen thuis komt en Islotte in bed ligt, daarna... ja, omgekeerde volgorde. Islotte in bed, Jeroen thuis, huis versieren, Xarno ophalen, slapen. En morgenochtend ongetwijfeld heel vroeg wakker, omdat we een heel blij meisje hebben, omdat ze jarig is. Dus het is even een hectisch weekend. Maar goed, wel met hele leuke dingen. Ik ga nu gauw de vlog editen en dan ga ik even de laatste beelden van de camera afhalen. En dan gaan we aan de slag. Hier is geen tijd voor, hè. We moeten op schoonmaken en werken en vlog editen. Hier is geen tijd voor. Nee, er is altijd tijd voor. Wij hebben even lekker een computerspelletje gespeeld, Jeroen en ik. We hebben een nieuw spelletje gekocht voor op de Nintendo Switch van Mario en Donkey Kong. Een superleuk puzzelspelletje. En ik heb de vlog geëdit. Die is bijna klaar. Ik zat nog een klein dingetje in. Die moet ik nog even aanpassen, maar voor de rest is die klaar. En Jeroen en ik hebben ondertussen een beetje eten gemaakt. En wij eten ravioli. En we hebben een hele schaal met paprika en komkommer en lekker rauwkost erbij. Dus dat gaan wij lekker eten. Goedenavond allemaal. Het is inmiddels 10:30. Ik kom echt letterlijk net van boven. Net Islotte in bed gelegd. Tenminste, dat doet ze zelf. Maar altijd ook nog even knuffelen, even kletsen, dat soort dingen. Net daarvoor waren we net thuis van... Xarno naar schoolfeest brengen. Dat was best wel een stukje verderop, een kwartier rijden. Dus nou, een kwartier heen, een kwartier terug. Dus ongeveer iets meer dan een half uur verder. Maar goed, die moeten we straks dus nog ophalen. Het is dus een hele drukke planning en organisatie die we... Zo, dit is groter dan ik dacht. Ik heb hier een ballon. Ik ga eventjes beginnen met de versieringen. Islotte heeft natuurlijk eerst nog zwemles, zou ik zeggen, maar hoe heet het? Muziekles gehad. En die heb ik toen opgehaald. En ja, hier moet hij in. Toen zijn we naar huis gegaan en toen nog even iets gekeken. Xarno weggebracht, nu ligt ze in bed. En nu is het dus tijd om te gaan versieren. Oh, even gaan meten. En het is 10:30. Die was ik ook in bed blijven liggen. Maar ja, hè? Zo, maar die gaat wel even duren. Te één. Hij is echt groot, dat is niet normaal.
En dan hebben we natuurlijk ook een 0. Dus het is gewoon van de extra, jongens. Oh. Kost ook geen drol. Dus kijk maar, een gave ballon. Okay, let's go. Hoe verschil dit was, dat ik dacht van zo, nou dat is groot. Heb ik leuk Happy Birthday gekocht. Maar er zit zo'n zak met ballonnen. Ik denk, hé, hey, er zitten ook ballonnen bij. Toen dacht ik, oh ja, natuurlijk, want het zijn... Hier zie je ook zeg maar dat het een hele rits is. Ik denk, nou leuk. Het is weer innie mini. Heel klein slingertje. Ik zeg dat is echt een slinger over de hele muur. Nou ja, het is wel schattig. Oh, nou, mijn vader zou zeggen, typisch action. Dit valt al uit elkaar. Ah, dan kunnen we al knopen. Ik zet even alle ballonnetjes aan het touwtje te rijgen, zodat we straks over de slingers heen kunnen hangen. En wie wat bewaard heeft wat. We hadden nog een slinger van muzieknootjes. Ik denk dat die ooit misschien voor Jeroen gekocht heeft of zo, ik weet het niet. Die ligt al heel lang in onze slingerbak. Ja, die komt nu natuurlijk wel heel mooi van pas. Nu Islotte ook muziek speelt. Superleuk is die. Maar... Als je hem hier op de hoek maakt van de kast, dan kan. Nee, geen driedubbele lasso-worp. Je hebt even bij de padvinders gezeten, bij de zevenkenners en bij de zeil weet ik het gebeuren. Dus er moet altijd een hele ingewikkelde knoop in. Nou, nog even een paar leuke ballonnetjes opgeblazen. Dat is leuk zo, een bloemetje. Dat was ik er zo in hand opblazen, die knalde. Dus ik heb nou een piep in mijn oor. Wat zeg je? Flauwe grapjes. Oeh, je man altijd met die flauwe grapjes. Maar het is gezellig versierd. Hier de letters die ik vorig jaar gekriekerd heb. Zoals toen 9 jaar ook erbij, maar die hebben we gewoon nu eraf gehaald en alleen de naam. Een mooie 10. Nou, gewoon allemaal gezellige slingertjes. Deze ballonnetjes neem ik mee naar boven. We hebben boven haar cadeautjes liggen. Dus dat gaat ze morgen op. Dan mag ze natuurlijk gelijk al een cadeautje openmaken. Jeroen gaat nu Xardo ophalen. En dan, het is iets van 12:30. En dan ga ik vast naar boven naar bed. En dan gaan we morgen... Oh, dus ze is al jarig. Gefeliciteerd, schat! En dan gaan we morgen, of eigenlijk straks, een feestje vieren. Happy birthday to you. Happy birthday to her. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to her. Gefeliciteerd jongen, grote broer, 10 jaar. Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is zij. Dat vinden wij allen zo prettig, ja, ja. En daarom zingen wij blij. Zijn leven. Daarom zing ik heel blij. Zijn leven lang, hoera, hoera. Zijn leven lang, hoera, hoera. Zijn leven lang, hoera, hoera. Gaat u nog wat meezingen?
Nee. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de glorie, in de glorie, ja, in de glorie. Hiep de piep, hoera, hiep de piep. Wat een enthousiasme hier. Het hoera. Is 5 uur in de ochtend, we worden wakker gemaakt. Oh, we hebben net ook al gezongen voor haar. Maar toch ook nog een keer voor de vlog. Nou, jonge dame. Wat heb je gekregen? Oeh, een tekenboek om te leren tekenen. Die is helemaal overkomen vliegen. Die krijg je van mij. Een DVD. Videoband. Lekker dan. Ja, trotspak. Boef. Ik wil een goede knuff. Je hebt veel nog met foto's. Die foto's. Huh? Wacht even. Op ons recht. Maar ik had echt heel veel op mijn lijstje gestaan gezet, omdat ik wil heel graag vertellen, heel leuk willen tekenen. Oh, het is toch een kleurboek, man. Is goed. Weet je wat je doen? Je moet de plaatjes maken die ingekleurd zijn. Er staat hier ergens een plaatje. En dan moet je met zwarte lijnen eromheen gaan. Dat je eigenlijk een kleurplaat krijgt ingekleurd. Oh, ja. Je kan allemaal patroontjes maken. Ja, die wou ik. Die komt eraan. Een bergelijk meisje. Muzieknootjes! Die wist jij niet. Dat is je hoofdcadeau. Ik had niet verwacht dat deze had kunnen staan. Nee, ik had ook niet verwacht dat hij zo groot was. Ik had eigenlijk verwacht dat hij ook niet zo groot was, maar dat hij er niet in zou plakken. Dat is wel leuk, hè? Bij de action, jongens. Een ballon opblazen. Ja, we hebben er nog één. Die heb ik voor je bewaard. Wacht die. Iselotte 10. Ja, nou, dat is verkeerd om. Nu ben je één geworden. Nou, voor ons wel. Laten we zo'n foto maken. Deze. En wat is dat? Goeie vraag. Dat is correct, hè? Je moet de bak verwerken. Ah! Een schetsboek van een YouTuber. Kunnen jullie het zien of niet? Oh. Ja, tuurlijk. Ik kan ze mooie tekeningen in maken. Leuk. Oh, en wat tof, het derde cadeautje van opa en oma. Nee, niet laten zitten. Je kunt de andere wel uithalen, al die gaatjes waar je oorbelletje moet. Oeh. Nee, dat is wel. Ja.
Wauw. Let op. Wow. Dan kun je hem op slot doen. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hyper de piep, hoera! Hyper de piep, hoera! Hyper de piep, hoera! Nou, blaas hem maar op. Zit hij goed? Laten we staan. Kan hij erbij? 1, 2, 1, 2. Net trompetist. Nee! Nog een keer. Langere adem. Niet harder, maar langer. Ja! 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 Nou, snijden maar. Ga ik mes pakken. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag. Het is de day after het feestje. Ook je slot heeft gisteren een oorbel in mijn oor gedaan. Moet ik straks even uithalen. We hebben een hele gezellige verjaardag gehad. Je slot heeft een hele leuke dag gehad. En lekker uitgeslapen vanochtend, want daar hadden we wel even zin in. Even een beetje rustig de dag opgestart. We hebben net even een beetje gebruncht. En nu hebben we een hoop plannen toch wel weer voor vandaag. Ik wil sowieso weer even lekker bewegen, want dat heb ik gisteren ook geen tijd voor gehad. Dus dat wil ik sowieso even vandaag doen. Dus dat ga ik straks als eerste doen. Net weer even een beetje de tafel afgeruimd. Moet nog even schoonmaken. Ik was een beetje in de keuken aan het rommelen, maar ik dacht, moet weer even zitten. Want ja, qua rug is het niet echt een goede dag. Maar goed, misschien ook omdat je dan, weet je, bent gisteren natuurlijk wel de hele tijd bezig. Je loopt wel heen en weer, maar je zit natuurlijk ook veel. Dus ik vraag me af of het dan toch daardoor komt. Maar ik zit me weer helemaal, kan me dan weer helemaal gek prakticeren van waarom is het dan weer vandaag weer erger. Maar goed, moet ik gewoon niet doen. Ik moet gewoon accepteren dat het zo is. En gewoon weer verder gaan. Dat natuurlijk sowieso. Dus ik ga straks weer even lekker bewegen. En hopelijk ook even weer een videootje ervan opnemen. Tussen de slingers en de ballonnen. Dus die moet ik straks even hier opnemen. Maar dan moeten die ballonnen even opzij. En ik heb nog een heleboel andere plannen. Want ik heb eindelijk flesjes gevonden voor in onze badkamer. Ik vind het zo lelijk. We hebben daar zo'n mooie badkamer. En dan hebben we die twee plankjes waar flessen in staan. Ik zal het straks even laten zien. En dat is één ratje toe aan kleuren en lelijke flessen, onhandige flessen. En dan sta je altijd, terwijl je een douche staat, sta je altijd een uur te knijpen voordat je iets uit de fles of het laatste restje nog uit de fles krijgt. Dus ik denk, dat wil ik anders. Dus ik was al een hele tijd op zoek naar de perfecte fles. Nou, de perfecte heb ik niet gevonden. Maar ik denk dat ik met deze wel heel erg blij ben. Maar dat zijn gewoon, ik wilde eigenlijk grijze of bruine flesjes.
Want dat is een beetje wit, grijs, bruin in de badkamer. Maar het zijn witte geworden, want die andere kon ik niet vinden. Of misschien die kleigroenige kleur die we hier ook zo'n beetje op de muur hebben. Maar dat kon ik allemaal niet vinden. Of het was echt niet te betalen. Gewoon 20 euro voor één fles. Nou ja, als je er iets van 10 of 12 moet hebben, dan is dat natuurlijk een rip uit je lijf. Dus ik denk, nou, dat is ook weer niet de bedoeling. Dus, maar daar wil ik natuurlijk iets leuks op gaan cricketen. Dus ik weet niet of ik daar vandaag aan ga toekomen, want het is ondertussen al 11:45. Maar dat wil ik doen. Bewegen video. We willen de haakjes eindelijk op gaan hangen in de slaapkamer, zodat ik gewoon mijn kleren kan ophangen. Jeroen heeft ook nog plannen bij Xarno in de kamer. Moeten wat dingetjes gefixt worden. Dus ik had gehoopt gewoon even een dagje niks te kunnen doen. Maar dat zit er niet in. Ik ga zo nog even de tafel schoonmaken. En dan ga ik mijn lekker bewegen video opnemen. Ik moet nog wel wat afwas doen. Ik heb alweer de vaatwas gevuld, maar nou ja. Ik moet niet te veel kletsen, want dan gaat de tijd ook weer verloren. Maar goed, dat zijn even de dingetjes die ik ga doen. En dan lekker bewegen. En dan gaan we daarna wel weer verder zien wat er nog van deze dag terecht komt. En wat mij dus mijn grootste tip is voor dingen doen die je heel graag wil doen, is het gewoon doen. Ik ben daar heel slecht in, want ik kan altijd heel lang over de dingen nadenken. En dan wil ik nu bijvoorbeeld van dat is eigenlijk, ja, ik dacht van nou leuk, ik ga dan even, wat heb ik nog bij slingers en zo. En die ballonnen moeten natuurlijk even uit de weg, anders breek ik daar straks mijn nek over. Maar ja, dan denk ik, oh ja, die toch even opruimen. Dan ben ik met die ballonnen bezig. En dan leg ik hier nog een papiertje. Dan denk ik, oh, dat ook even weg. En dan, voor ik het weet, ben ik weer mijn hele huis aan het opruimen. Terwijl ik dus eigenlijk gewoon even mijn video, mijn lekker bewegen wil gaan doen. Nou, ik zet dan toevallig even de camera aan natuurlijk. Maar het is niet zozeer voor het opnemen. Maar dan denk ik, oh, dit moet even weg. Oh, dat papiertje moet ook nog even weg. Oh, de bloemen gelijk even weggooien. Oh, de vaat was, nou, voor hetzelfde geld, voor hetzelfde, hoe zeg je dat? Voordat je het weet, ben ik dan weer van alles aan het doen en ben ik dus niet mijn oefeningen aan het doen. Dus ik moet gewoon ook mezelf soms even herinneren aan van, oké, gewoon even doen. En de eerste prioriteit staat voor mij nu echt op nummer 1, bewegen. Van alles opruimen en doen. Ik doe even de ballonnen aan de kant, zodat ik mijn nek niet breek. En dan eerst bewegen en dan daarna ga ik wel weer de rest doen. Want anders dan ben ik weer met van alles bezig en komt het er niet van. Dus ik ga nu eerst even oefeningen doen. Kapot. Maar 13 minuten gedaan. Ah. Geweldig. Super goed gedaan. Ik zweet met een on. Hoe zeg je dat? Een otter. Ik zweet als een otter. Dus goed bezig geweest. Doe wat jij kan. Met gewichtjes of zonder gewichtjes. Wat voor jou wel of niet werkt. Bouw het op. Kan je maar 2 minuten. Doe je maar 2 minuten. Ik begon ook met 2 minuten. En heb toen wel elke dag of elke paar dagen een minuutje erbij. Jezelf een beetje uitdagen. En af en toe gewoon ook eens even proberen. En ik heb nu echt wel heel erg pijn. Maar dat had ik een paar weken geleden ook met 8 minuten. En daarvoor ook met 5 minuten. Dus ondanks dat ik soms echt moedeloos word ervan, merk ik door dit ook te meten en te trekken. En dat met jullie te delen. Want dat is eigenlijk waardoor ik het dan een beetje bijhoud. Omdat ik denk, nou, vind dat leuk te vertellen hoe lang ik het nu kan.
En daardoor merk ik ook dat het vooruit gaat. En ik ben nu vanaf na de zomer ben ik begonnen met sporten bij de fysio en aqua joggen. Zwemmen één keer in de week doe ik nu iets van 1,5 jaar. En het eerste half jaar merkte ik er eigenlijk niks van. En eigenlijk nu pas begin ik een beetje te merken dat ik wat soepeler word. En dat zijn echt geen hele grote veranderingen. Al wel van 2 minuten naar 13 minuten is natuurlijk best wel een grote sprong. En dat is eigenlijk nog maar sinds de afgelopen paar weken. Dat ik merk dat het beter gaat. Dus ook al denk je van die 2 minuten, dat is niks, dat heeft geen zin. Echt gewoon volhouden en proberen. En soms duurt het heel lang. Maar er komt een moment dat je denkt van, hé, ik kan toch even 1/2 minuut of 1 minuut langer. En ik kan nu toch nog even wat extra's. En voorheen kon ik 1/2 vaatwasser leegruimen. En nu kan ik 1 hele vaatwasser leegruimen achter elkaar. Dus al gaat het soms niet zo snel als dat je wil. Of op het moment dat je het wil. Want je hebt juist. Dus ja, nu na de verjaardag heb je toch een hoop rommel. En dan wil je een hoop doen en een hoop opruimen. En dan werkt soms je lichaam niet mee op het moment dat je dat wil of nodig hebt. Maar weet dat er echt ook een moment voor jou komt dat het beter gaat. En dan, ja, als er natuurlijk onderliggende dingen zijn, dan is het misschien natuurlijk wat anders. Weet je, als je zegt van ja, ik heb een versleten knie. Of probeer dan gewoon hulp te zoeken. Dat heb ik ook gedaan met mijn fysiotherapeut. En soms zijn er natuurlijk toch dingetjes die niet op te lossen zijn. Ik weet ook niet of mijn rugpijn ooit op te lossen is. Maar ja, ik merk in ieder geval wel verbetering. En op de weegschaal zie ik nog helemaal niks. Ik sta er niet heel vaak op. Ik heb er afgelopen maand, eigenlijk sta ik er al heel lang niet meer op. Maar omdat ik nu toch zoiets had van, goh, hè, ik ben toch benieuwd dat ik wel wat aan mijn buik merkte. Maar ook dat gaat heel erg op en neer. Er zijn dagen bij dat ik echt denk van, ja, ik voel echt dat mijn buik minder is. En dan een paar dagen later is mijn buik toch weer meer opgezet. Dus ja, weet je, ik weet het niet. En aan mijn gezicht merk ik het ook heel erg. Soms is het, weet je, dit is toch een beetje een deel wat, weet je, dan zie ik vaak hier dat mijn wangen wat smaller zijn. En dan de volgende, ik zie mezelf natuurlijk heel veel, omdat ik mezelf natuurlijk vlog. Ik kijk niet zo vaak in de spiegel, maar als ik natuurlijk mijn video edit, dan zie ik natuurlijk wel, zeg maar, van de afgelopen week of de week ervoor, zie ik mezelf. En dan kan ik soms echt wel het verschil zien. En dan de week erop denk ik van, nou, het lijkt toch wel weer of het hier dikker is of dat ik weer opgezetter ben. Het heeft met zoveel dingen te maken. Het kan daar zijn dat je wat meer vocht vasthoudt omdat je misschien zout gegeten hebt. Je staat natuurlijk chips en pepsels en dat soort dingen. En taart en heerlijk van genoten heb ik ook gewoon lekker meegegeten. Maar ja, dan kan het natuurlijk zijn dat je nu weer wat meer vocht vasthoudt waardoor je weer wat opgezetter bent. Dus, maar hou gewoon vol en uiteindelijk gaat het niet om hoe je eruit ziet of je wel of niet dik bent of wel of niet dun bent. Het gaat erom dat je, ja, hopelijk in ieder geval een beetje pijnvrij of met minder pijn het leven door kan. En dat je gewoon op die manier toch kan genieten van, al zijn het maar de kleine dingen in het leven. Dus, nou goed, ik ben weer super trots op mezelf dat ik dit heb gedaan. En ook super trots op jou dat jij hebt meegedaan. En ook al heb je alleen maar gekeken vanaf de bank, ook goed. Hopelijk gaat er dan toch misschien een keer, dat heb ik natuurlijk ook wel eens. Dan zit ik ook beweegvideo's te kijken op de bank. Om een beetje te kijken van, nou, wat zijn oefeningen die ik nog meer zou kunnen doen. Of als ik door Instagram te scrollen, zijn ook wat Instagrammers die ik dan volg. Gewoon om te kijken van, goh, kan ik wat inspiratie opdoen. Jeroen is boven even aan het stofzuigen. Ik hoop dat hij de haakjes aan het ophangen is voor mijn kleding. Maar weet je, dan is het ook goed. En misschien op een gegeven moment denk je van, nou, toch hup, opstaan van die bank. En ik ga gezellig met Daniel meedoen. Ook helemaal prima. En als je lekker gewoon wil kijken hoe ik bezig ben, ook helemaal prima. Het verplicht toch niks. Geniet er gewoon van als je het leuk vindt om te kijken. En ja, als je mee wil doen, doe je gezellig mee. En op jouw tempo en op jouw manier. En met wat jij kan, met of zonder gewichtjes, of met een flesje water, of met een pot pasta saus. Maakt allemaal niet uit. Maak het jezelf zo makkelijk mogelijk en denk er niet te veel over na. Want dat is ook iets waar ik
heel erg van, oh, dan moet ik naar de sportschool. En wat voor abonnementen moet ik dan afsluiten? En past het wel binnen mijn tijden? Is die wel open op het moment? Weet je, nou, dan zijn er alweer zoveel beren op de weg die je dan daarvan weer houden. Weet je, doe gewoon gezellig mee. Nou, ik zit maar rot te zweten. Het zweet erop was langs mijn hoofd. Dus, en ook als je niet zweet, is het ook prima. Dat doe ik ook niet altijd. Misschien is het dan toch wat vocht wat eruit moet, wat ik van gisteren vastgehouden heb. Maar ja, wat ik wil zeggen is, probeer het jezelf zo makkelijk mogelijk te maken. En leg jezelf niks op. En als je 2 minuten mee kan doen, doe je lekker 2 minuten mee. En kan je 5 minuten, doe je 5 minuten. En denk niet, ik moet een sportoutfit aan. Ik heb toevallig nu een joggingbroek aan. Maar ik sta met hetzelfde gemak gewoon in mijn kleding van die dag. Boeit mij niet. Ik moet het mezelf zo makkelijk mogelijk maken. Want sporten zit, nou, inmiddels wel, maar niet in mijn natuur. Het is niet dat ik van nature heel vrolijk word van sporten. Of dat ik denk, nou, ik heb niks te doen. Laat ik nou eens even gaan sporten. Nee, dan ga ik liever kriekutten of een puzzel maken of met mijn gezin iets doen. Of een spelletje spelen. Maar inmiddels merk ik de voordelen ervan. Maar dat is dus ook pas na meer dan een half jaar, nog wel 7 of 8 maanden, dat ik er pas wat van begin te merken. Maar maak het jezelf zo makkelijk mogelijk. En als jij gewoon lekker in je spijkerbroek en je t-shirt staat te sporten, je hoeft niet per se een sportoutfit aan. Je hoeft niet per se dure gewrichtjes. Ik heb gewichtjes gekocht bij de Decathlon van een paar euro of bij de Action voor een paar euro. Als je er bent en je denkt, ah, dat wil ik proberen, neem je ze mee. Zo niet, dan doe je het zonder ook goed. Weet je, je arm optillen. Het gaat vooral om de beweging. En maak het jezelf allemaal niet te moeilijk. Nou, heel verhaal weer dit. Ik ga eens even boven kijken. Ik ga eerst even wat drinken, want dat is natuurlijk ook super belangrijk. Zorg dat je genoeg drinkt. Dus het zijn echt heel veel dingen waar je over na moet denken. En dat is niet waar mensen altijd bij stilstaan. Sommige mensen kunnen dat van nature. Ik had het gisteren met mijn schoonzus en mijn vriendin ook over hun natuur. Vooral van mijn vriendin, van Marieke. Haar natuur is organiseren en opruimen. Daar draait zij, doet ze maar 2 vingers in de neus. Ik moet er allemaal over nadenken. Dat zit niet in mij. Ik ben niet zo'n, dan denk ik van, oh ja, best wel handig om dat eigenlijk in zo'n bakje te doen. Of in een, als je mij iets op de computer gaat laten doen, doe ik dat met 2 vingers in de neus. Maar als ik iets anders moet doen, vind ik weer moeilijker. En als ik jou vraag van, nou, maak jij even een ontwerp voor een beker of een sleutelhanger, dan denk je, oh mijn god, ik weet niet hoe ik dat moet doen. En dan denk je misschien wel van, shit, ik weet het niet. Zo hebben we allemaal onze voor's en na's. En mijn vriendin die dat zo goed kan organiseren, die is weer wat minder handig op de computer. Ja, zo heb je allemaal je voor's en na's. Dus, maak het jezelf niet te moeilijk. Denk er niet veel over na. En doe gewoon lekker met mijn lekker bewegen videootje mee. Ik ga even boven kijken bij Jeroen. Maar eerst nog even drinken. Wel zwaar, limonadefles te pakken als je arm zeer doet. Ik kan de fles niet meer vasthouden. En hier sta ik dus tussen de bloemen, want die had die slotte gisteren van Jeroen gekregen. En de afwas, en hier liggen nog de taartkaarsjes die ik dus net allemaal wilde gaan schoonmaken, opruimen. En toen redde ik het niet meer met mijn rug. Moest ik even gaan zitten. En toen dacht ik, ja, ik ben nu weer aan het opruimen en doen. Maar mijn eerste prioriteit ligt niet bij een opgeruimd huis. Maar mijn eerste prioriteit ligt bij bewegen en sporten en gezond en de fles nu weer vasthouden. Maar mijn eerste prioriteit ligt niet bij een opgeruimd huis. Is natuurlijk wel fijn. Maar mijn eerste prioriteit ligt bij mijn sporten consequent blijven doen. Dus drinken en even boven kijken. Staat nou zoveel werk. Niet te veel over nadenken, hè? Want kijk, jongens. Eindelijk! Mijn haakjes. Zodat ik mijn kleren kan ophangen.
Ik zit hem maar een beetje te plagen. Of moest gewoon in de was nagebruiken. Ja, maar ik ga niet een broek één dag dragen en dan in de was gooien. Soms dan, ja, vind ik gewoon niet nodig. Sommige mensen doen het wel, maar ik vind het niet nodig. En soms dan wil ik vandaag een trui aan en doe ik die over een paar dagen weer aan. Of dan joggingbroek draag ik dan in het weekend en doe ik hem de week nog een keer aan. Ja, hoef ik hem niet per se gelijk in de was te gooien. En vroeger hingen we dus de kleren of altijd over de badrand. Of hingen we op de kachel, de radiator die we toen in de badkamer hadden. Maar goed, die zijn allebei weg. Dus we hadden in de badkamer geen plek meer om onze kleren op te hangen. Dus dacht ik van nou, hier achter de deur, zoals je de deur open op zie je het niet, kunnen we makkelijk een paar haakjes maken dat ze de kleren op kunnen hangen. Hoef ik het niet elke avond op de grond of vaak daar op onze apen neer te gooien. Dan kan ik het gewoon netjes ophangen en dan ligt het niet op de grond of waar dan ook. Dus ik ben hier heel, heel, heel blij mee. Maar ook dit, even om een bruggetje te maken met waar ik het net over had. Dit is ook zoiets, Jeroen heeft ook een beetje die makken. Had hij dan... Ik? Ja, jij hebt helemaal geen makken. Jij bent natuurlijk perfect. Ik ben perfect. Jij hebt gekozen. Ja, dat was al een goede keus. Maar, nou ja, niet als je een opgeruimd huis wil, dan had je beter iemand anders kunnen kiezen. Maar hij dacht, ja, hoe hoog moet het dan? En dan moeten we de stofzuiger erbij. En dan wilde hij het voor mij goed doen. Omdat ik dan weer niet zeg van, oh, het is te hoog of het is te laag. En daar zijn wij vrouwen natuurlijk heel goed in. Maar, ja, dan gaat hij er heel lang over nadenken. En dan uiteindelijk komt het er niet van. Of dan wil hij mij weer wat vragen. Dan ben ik net niet in de buurt of wat dan ook. Of ik ben weer eens aan het vloggen. Of ik ben weer eens aan het sporten. En nu heeft hij het gewoon gedaan. En ben ik er super, super blij mee. Dit is precies wat ik bedoelde. Dus we hebben er nog twee over. Of nog een haakje voor Jeroen. Misschien aan de andere kant of ergens. Of voor de kinderen. Want hij heeft deze namelijk zelf ge-3D print, deze haakjes. Dus dat is superleuk. In de kleur van ons apenbehang. Dus ja, heel blij mee. Dankjewel, schatje. Nou, hij is lekker dan doorpakken met haakjes. Want we zijn nu ook de haakjes weer in de badkamer aan het ophangen. Opnieuw aan het ophangen? Opnieuw, ja. Die hingen al. Maar ja, die waren eraf gevallen. Nu hebben we extra sterk buitenplakkend tape. Want we wilden niet boren, omdat ja, als je toch nog kerk. Moet je kijken of je nu zo eens filmen. Zo. Als dat niet houdt op tegels is. Ja. Want ja, we wilden ja, het niet boren, want dan, ja, dan is het echt wel heel definitief. Maar goed, ik ga weer naar beneden. Weer wat drinken. Ik word er helemaal blij van. Ik heb een nieuw kriekelsproject. En ik vind het een beetje lastig. Wij hebben nu een supermooie badkamer. En dan hebben we zeg maar twee nisjes. Ik zal even hier een fotootje doen. Hebben wij twee nisjes waarin we dus alle shampoo, badschuim, flessen, dat soort reutemeteut hebben staan. En ik vind dat dus zonde. We hebben zo'n mooie badkamer en dan is het één ja, chaos van allemaal verschillende flessen. Ik vind het gewoon vreselijk. Plus dat je hebt altijd flessen zoals de conditioner en haarmasker. Dat is dan weer zo'n tube. Je krijgt nooit alles eruit. Ik vind het heel irritant. Dan sta ik een uur te knijpen in zo'n fles. Totdat het laatste, dan ben ik toch gierig dat ik het laatste beetje eruit wil hebben. En kost gewoon heel veel tijd en sta ik maar onder het water. Is wel lekker, maar dat is natuurlijk een beetje zonde. Dus, uit bezuiniging. Dat is natuurlijk mijn motivatie voor dit project. Nou, niet dat ik motivatie nodig heb, maar dit gaat mij geld opleveren op de lange termijn. Dus wil jij ook geld besparen, dan wil ik deze ook graag voor jou maken. Maar let op, wat heb ik gekocht? Ik heb deze pompjes gekocht. En ik was dus eigenlijk, volgens mij heb ik het al eerder verteld, vroeger misschien, al heel lang op zoek naar, ja, mooie flessen. Ik wilde eigenlijk iets in klei, kleur, een beetje die groenige kleur of, nou, volgens mij heb ik dat of dat. Ik heb dus deze pompjes gevonden. Ik dacht dus eigenlijk toen ik ze online zag, dat ze er een beetje goedkoper uit zouden zien. Maar toen dacht ik van, nou ja, ik ga er toch iets op maken, dan pimpt dat het wel op. Maar ik vind ze eigenlijk heel mooi. En ik wilde dus heel graag kunststof flessen. Geen steen, geen glas. Dat als die fles valt, dat er gewoon niks meer aan de hand is, behalve dat mijn vaniel een beetje nat is. En ik was ook een beetje bang, want er zit natuurlijk zo'n gaatje in, dat dat gaatje veel te klein zou zijn
om, ja, dat masker en conditioner is natuurlijk toch wat dikker, badschuim of shampoo is wat dunner, dat dat er niet goed doorheen zou komen. Komt er perfect doorheen. Dus ik ben helemaal blij met deze flessen. En die passen dus ook perfect in het nisje. Maar, ja, dan heb ik dus straks iets van 12, want volgens mij heb ik 10, 11, 12 flessen ongeveer nodig. Van deze flessen, ja, welke is nou welke? Nou, dan is het dus superleuk als je een Cricut hebt. Aha. En je dus zelf hier dus labels op maakt. Dus dat is mijn plan. Ik wil hier dus label op maken. Gewoon tekst, shampoo, conditioner, haarmasker. En ik heb dan mijn showtje. Islotte en ik gebruiken wel dezelfde. Nu nog wel, misschien straks ook niet meer. Maar ja, Xarno heeft zijn eigen verzorgingsproducten. Jeroen natuurlijk ook. Dus zo hebben we allemaal wel een heel aantal flesjes nodig. Maar nou denk ik dus eigenlijk dat ik met grijs en zwart vinyl de tekst erop wil maken. En dan misschien wel nog een soort van, ja, of een X, een D en een I of zo in de kleur. Of dat ik gewoon shampoo Xarno, daar twijfel ik dus nog af. Of dus iets met kleur zal doen. Dus dat, want wij hebben eigenlijk allemaal onze eigen kleur hier in huis. Vooral ook in de agenda's gebruiken wij dat. Dus Xarno is rood, Islotte is roze, ik ben paars en Jeroen is blauw of groen, geloof ik. Dus die kleuren zou ik ook, dat voor Islotte haar shampoo in het roze staat en voor Xarno in het rood en voor mij in het paars. Dus dat zou ik kunnen doen. Of dat ik dus gewoon shampoo in het grijs hou en dat ik dan bijvoorbeeld Danielle, Islotte, Xarno bijvoorbeeld klein hieronder zet. Want ik ben bang dus dat als ik dan allemaal kleurtjes ga doen, dus shampoo in het rood of shampoo in het paars, dat het dan weer zo'n heksenbol wordt. Dat het weer zo veel kleur wordt. Nou, kijk, dus ik heb er nog even een paar gepakt. Even om te kijken hoe dat naast elkaar staat. Ik snap er niet waarom een aantal wel zijn ingepakt en een aantal niet. Kijk. Goed zo, schat. Islotte zit ondertussen met ons nieuwe Mario-spel te spelen. Dat is een soort puzzelspelletje. Kijk, dus dan heb je zo, straks in de douche, al die flessen naast elkaar. Ja, wat zou ik nou doen? Ik twijfel heel erg. Ja, of heel klein, hieronder Xarno, Islotte, Danielle en dan gewoon shampoo, allemaal in dezelfde kleur. Nee. Nou, daar kan ik dan uren over nadenken. En in principe maakt het geen reet uit. Want als het niet bevalt, dan kan ik het ook altijd weer opnieuw doen. Maar ja, het is natuurlijk wel leuk als je... Ik zou natuurlijk ook aan twee kanten, dat kan ik ook doen. Dat ik het aan twee kanten doe. Eén gekleurd. Ik ga gewoon eerst alles... En dan wil ik dus grijs. Maar dat vind ik dan toch... Ik heb verschillende kleurtjes grijs ook. Dus ik moet even kijken. Oh, goed zo, schat. Even kijken welke kleur ik ga gebruiken. Kijk, dit vind ik eigenlijk te donker. Kijk, dat is zeg maar het kleurverschil. Dus deze vind ik te donker. Die vind ik ook niet zo mooi. Dus die doe ik niet. Dan, kijk. Hier allemaal kleurtjes. Nou, wat is dan mooi grijs? Kijk, dit is een beetje mat metallic-achtig. Dat is wel wat luxere uitstraling, denk ik. Als dat je deze neemt. Maar ik weet niet of ik dat... wat vinden jullie? Het is wel wat warmer, hè? Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Wat een keuzes, hè, jongens? Deze glimt iets meer. Nou, ik ga het eerst maken. Ik ga het eerst even maken. Dan weet ik ook hoeveel vinyl ik nodig heb. En dan kan ik beslissen of ik dan voor die metallic-achtige ga of gewoon voor de normale grijze. Dus ik ga eventjes de tekstjes allemaal maken in Design Space. Dit is het programma van Cricut. En dan weet ik ook hoeveel vinyl het kost. Dan kan ik nog even kijken welke ik ga gebruiken.
En dan denk je, oké, ik ben uit qua kleur misschien een soort van en hoe ik het ga doen. Maar dan hebben we nog een probleem, lettertypen. En ik was al van de week begonnen met labels maken, of in ieder geval tekstjes maken. Voor op de lades bijvoorbeeld. Want ik wil dus, ik heb daar, waar Jeroen altijd zit, een cricketkastje staat en daar staat allemaal vinyl in. En dan wil ik dan labels maken wat er in welke la zit. Want iedere keer zit ik in de verkeerde la. Dus ik wil, en ik had ook tekstjes gemaakt voor op de bakjes. Waar dan mijn stickers in zitten en zo. Dat ik dus dan weet van oké, dit zit erin. Toen had ik dus wel een leuk lettertype gevonden. Maar ik ga toch nog even zoeken of ik niet nog een ander lettertype. Dat is misschien, ja. Ach, dat is ook zo lastig. Er zijn zo ontzettend veel lettertypes. Dat is niet normaal. Moet ik ook nog over nadenken. Sprongetje in de tijd. Dat lettertype. Dat was nog een hel. Want op een gegeven moment kwam ik Sarah naar beneden. Ik zeg, goh, wat vind jij hiervan? En zegt hij, oh, vind ik heel slecht leesbaar lettertype. Nou, nu ben ik denk ik al 2 uur verder. En het voelt in ieder geval als 2 uur. En nu heb ik denk ik een lettertype gevonden die niet zo heel saai is, wel duidelijk leesbaar is. En ik heb besloten om geen zwart randje eromheen te gaan doen, maar alleen het grijs. En ik ga dat nu eventjes proberen. Ik ga er nu even 2 uitsnijden. En dan ga ik even kijken hoe dat erop staat. Want dan, ja, voordat ik ze straks allemaal heb uitgesneden en toch blijkt dat het niet mooi is, is het dan ook een beetje zonde. Maar het is een flinke puzzel. Maar ik denk dat ik nu wel iets moois gemaakt heb. Dus ik ga het even uitsnijden. Nou, voor het ontbijt ga ik lezen, want die heb ik echt nodig. Ik weet niet meer welke kant ik ze voor gemaakt heb. Ik doe altijd... Ik ben er weer zo gehaast bezig. Dan ben ik zo enthousiast. En ik heb altijd een alcoholoplossing. Om dan even dat wat ik ga beplakken, even schoon te maken en vooral vetvrij te maken. En dan plakt het hopelijk beter. Dus de kant waar het tuitje naar zit, die heb ik schoongemaakt van deze fles. Want ondertussen staan natuurlijk hier een heleboel. En ik heb even een proefsnede gedaan. Ga ik even loshalen. Maar dan moet ik natuurlijk eerst nog even wieden. Even wel het onkruid weghalen. Nou, dan merk ik al dat het niet heel makkelijk is om te wieden. Ik kan nog even proberen om de volgende keer met iets meer druk uit te snijden. Maar het is best wel lastig omdat het metallic is. Als je dan zeg maar gebruikt een af en toe puntje om hem vast te pakken. En dan krijg je eigenlijk gelijk een deukje erin. Dus dat is wel jammer. En ik vraag me dus af of dit wel genoeg opvalt. Kijk, het is de ene keer het donkerder en de andere keer is het wat lichter. Oh, waarom is dit zo lastig? Oké, ik ga toch nog even proberen in het zwart. Ik heb even een stukje een nieuw tekstje gemaakt. Tenminste, dezelfde tekst natuurlijk, maar even in het zwart nu. Dan ben ik heel benieuwd of ik dat misschien toch mooier vind. Ik vind het lastig, want ik vind het wel heel tof dit. Misschien moet ik gewoon even... Kijk, als ik het dan weer zo zie, denk ik, ja, fantastisch. Maar ja, in bepaald licht. Misschien moet ik er gewoon even eentje opplakken. En dan dat in de badkamer. Kijken hoe het in het licht daar is. Ja, dat is wel veel duidelijker. Kijk.
Dat is even naast elkaar doen. Ja, ik denk dat ik het wel weet. Het is soms natuurlijk toch ook een beetje donker in de badkamer. Even aan de chef vragen. Is het heel moeilijk te kijken, die zit zijn muziek te doen. Je kan het zien. Nou, misschien moet ik het dan niet aan jou vragen. Dat kan ik zien. Welke vind jij mooier? Ja. Het was zo ouder. Ja, ik zit in mijn camera te kijken. De zwart is heel erg fel, de grijze die valt wel iets meer erop. Nee, de grijze net een bos in op zit, zeg maar. Waar zou jij voor gaan? Stom vraag. Zwart. Praat of cis? Ja. Toch geen zakka, zo vent. Maar ik snap het niet, waarom nu dan weer zwart of grijs? Waar jullie gewoon een mooie paars of zo van kleur die bij de badkamer dan wordt het weer zo. Nee, maar dan zou ik het liefst klein. Daarom dacht ik grijs. Want we hebben grijs. Ja, doe maar plantje. Grijs, dat was ook bij jou. Nee, grijs. Grijs is niet zo hard. Het ziet toch onder de douche. Denk je? Ja. Ik ga gewoon nog in de badkamer kijken. Nou, ik zit in de douche. Kan ik gelijk even. Laat zien hoe dat er nu uitziet. Kijk. Ik vind het toch geen porum. Heb je zo'n mooie badkamer. En dan is dit zo'n rommeltje. Ja, waar maak je druk om, denk je misschien. Maar ik vind het gewoon zonde. Dus hier moeten we wat aan doen. En dacht ik van nou. Dan doen we dus dit. Ja. En wat doen we dan? Ik kan het allebei goed lezen. De zwarte valt wel meer op. Zonder bril, want ik zit nu met mijn bril op. Dus je moet eigenlijk kijken. Ik heb natuurlijk nooit mijn bril op onder de douche. Maar ja, dan zit ik ook niet zo ver weg. Op zich is het ook niet gek om over na te denken. Maar als ik wat dichterbij sta, kan ik het allebei lezen. Ja, hallo. Lastig. Wat vind jij? Moet jij eens even kijken. Maakt ook eigenlijk geen rol uit, hè? Maar ja, kan ze ook allebei doen. Zwart. Ja, vind je zwart? Dat is duidelijker leesbaar, hè? Ja. En het, is ook, het springt er ook iets meer uit. Het is feller. Want als je onder de douche staat en je hebt bijvoorbeeld water in je ogen. Ja. Dan kan je beter zwart dan grijs. Ja. Maar het is wel hard. Hard? Ja, dus fel van kleur. Ja, maar het is wel handig als je dan onder de douche staat. Dan... Maar het hoeft toch niet altijd handig te zijn? Soms wil je toch ook dingen juist omdat ze mooi zijn? Kijk maar naar je moeder. Je bent mooi, ja, en handig. Oh, ik ben allebei. Ja. Er komt een heel theaterspel. Ja, als je dan zo ja zit te wassen en dan heb je je ogen al dicht, dan zie ik die zwarte wel meer al van shampoo. Dat als je zo een beetje doet, dan heb je net alsof dat je haar erin ook hebt, dan zie ik die zwarte meer dan die grijze. Hm. Dus. Ja, er staan daar straks 3 flessen met shampoo. Ja, maar er staat ook shampoo dan, shampoo I, shampoo X, shampoo J. Moet je daar ook met zo'n stemmetje onder de douche gaan staan? Nee. Oh. Kijk, nog eens smeren. Zo, even haar gaan doen. Oh, het zit water in mijn ogen. Oh, nu even conditioner. Dit. Yeah.
dat? De toetje? Nee. Nee. Jij gaat de euro zo even maken. Nee. Erin blijven. Nee. Erin. Ik ga verder met mijn project. Nee. Ah, die had ze niet verwacht. Wat grapjes doen de vader eigenlijk altijd, niet de moeder. Ik ga er even een nachtje over slapen. Ik moet nu toch weer wat andere dingen gaan doen. Ik had nog wat beloofd om met die dame te gaan doen. En dan is het ook weer bijna etenstijd. Maar goed, ik ben al een stuk opgeschoten. Ik weet in ieder geval welk lettertype. Daar ben ik over uit. En het gaat een van deze twee worden. Ik neig toch naar zwart. Ik ben benieuwd wat het uiteindelijk gaat worden. Wordt vervolgd. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandag. We gaan hier bij deze vlog afsluiten. Het is vandaag, of deze week vakantie. Dus deze dame is gezellig thuis. Is net ook gezellig meegegaan met sporten. Ja, dat was een vermoeiende sessie. En we gaan straks pannenkoeken eten. Ik ga die lekkere eiwitpannenkoekjes maken. Maar dat ga je in de volgende vlog zien. Haha. Dus vond je dit nou een leuke vlog? Doe dan een duimpje omhoog. Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik je heel gauw weer bij een nieuwe vlog. Doei doei!